Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de hele Bijbel. Vandaag gaan we in uitzending 293 verder met Joshua 4 vanaf vers 19. In de vorige aflevering vertelden we u over Rahab, die de verkenners onderdak bood. Ze vertelt hen dat in Jericho bekend was geworden wat de Heer allemaal had gedaan voor zijn volk. Hoewel het al veertig jaar geleden was dat hij Israël uit Egypte had bevrijd, zijn de omringende volken het nog niet vergeten. Toch brengt het de meeste van hen er niet toe om deze God te zoeken en te aanbidden. Ze blijven zich tegen hem verzetten. Ook al zijn ze tegelijkertijd doodsbang van hem. Zoals Rachab de Verspieders vertelt. Mensen in het hele land zijn radeloos, omdat ze beseffen dat ze niet tegen deze God op kunnen. Maar ze bekeren zich niet. Jarenlang heeft de Heer gewacht en in de kans gegeven om zich tot Hem te bekeren. Hij gaat niet zonder reden vreed om met de volken buiten Israël. Wie de Bijbel oppervlakkig leest, zou dat kunnen denken. Maar de Heer wacht met veel geduld op mensen in de hoop dat ze voor Hem zullen kiezen. In de volgende gedeelte wordt verteld hoe de Israëlieten door de Jordaan trokken. Het was de meest ongunstige tijd. De waterstand van de rivier was hoog. Maar zodra de voeten van de priesters die de ark droegen het water raakten, viel de rivier droog. God zorgde ervoor dat er een weg kwam waar geen weg was. Zo is het nog steeds. De Heere kan je een weg doen inslaan die geen weg is. Als wij geen uitkomst zien, wijst hij wegen die geen mens had kunnen bedenken. De Heer is vandaag nog dezelfde God als in de tijd van Jozua. In de vorige uitzending waren we getuigen van het wonder van de doortocht door de Jordaan en het oprichten van de gedenkstenen als herinnering aan de bijzondere hulp en leiding van de Heer. De Heer had voor de gedenkstenen Josua de opdracht gegeven om twaalf mannen uit het volk te kiezen, één uit elke stam. Die mannen moesten twaalf stenen uit de Jordaan nemen, van de plaats waar de priesters stonden. Zij moesten deze stenen naar de overkant brengen en in het kamp leggen, waar ze de nacht zullen doorbrengen. Joshua voert de opdracht uit. Dit is opnieuw een illustratie van zijn gehoorzaamheid aan de Heer. De twaalf stenen zijn bedoeld om een herinneringsteken te maken een soort monument. Stenen herinneringstekens worden ook vermeld in Genesis 28 en 35. Ze zijn bedoeld om de daden van de Heer te herdenken, maar ze zijn ook een teken van gods trouw en bescherming. Wanneer de kinderen later vragen wat die stenen voor hun ouders betekenen, moeten de ouders antwoorden dat het water van de Jordaan afgesneden werd. toen de ark van het verbond bij de rivier kwam. Daarom zijn deze stenen een gedenkteken voor altijd. Kinderen kunnen ook bij andere gelegenheden vragen stellen aan hun ouders. Bijvoorbeeld bij het vieren van het Pascha, het Joodse paasfeest. Jozua 4, versen 19 tot en met 24. Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de oostkant van Jericho. Die twaalf stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was. Zoals de Heere uw God met de schaalzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Het volk Israël komt op de tiende van de eerste maand veilig door de Jordaan. Dit is niet maar een losse historische mededeling, maar geeft ook een samengaan aan. Op deze datum moeten de Israëlieten een lam voor het Pascha uitkiezen, het feest dat vier dagen later gevierd zal worden. Tegelijkertijd is het exact veertig jaar geleden dat de Israëlieten uit Egypte trokken. Zo worden uitocht en intocht met elkaar verbonden. De maand Abib of Nisan valt halverwege maart en april. Het paasgaaf spreekt van verzoening. Op grond van die verzoening kan het volk, dat verschillende keren ongehoorzaam is geweest, toch het beloofde land binnentrekken. De Israëlieten legeren zich vervolgens in Geelgal, ten oosten van de stad Jericho. Het was mogelijk een plaats waar reizigers, voor of na het passeren van de Jordaan, hun gebeden konden doen en offers brengen. Nu neemt Israël deze plaats in bezit, want de Heere is machtiger dan alle afgoden. De ligging van de plaats is niet precies bekend. In Jozua 9, vers 6 wordt vermoedelijk een andere plaats, ook Gilgal, genoemd. Jozua richt op deze heidense plaats de stenen op die vanuit de Jordaan zijn meegenomen. Niet bij de oever, maar juist op die plaats komt het gedenkteken te staan. Daarmee wordt het wonder vastgelegd en de mogelijke vraag van de kinderen aan hun vaders wordt nog een keer herhaald. Als antwoord moeten zij dan vertellen dat deze stenen een herinnering zijn aan het wonder, hoe het volk Israël over de drooggevallen grond van de Jordaan overstak. Wanneer de inhoud door latere generaties naverteld wordt, veronderstelt dit de eenheid van de generaties. Dan beleeft men later wat een vroegere generatie heeft ervaren. Deze samenhang vormt de basis van de gebeden van Nehemia en Daniel, met de schuldbeleidenis over de daden van vroegere generaties. Joshua geeft aan dat de Heere de wateren heeft toen opdrogen, totdat het volk er is doorgetrokken, zoals de Heere dat ook heeft gedaan bij de Rietzee. De volwassen, strijdbare mannen van de generatie van de Uitocht zijn ondertussen overleden. Maar de Levieten, de vrouwen, de jongens en meisjes die destijds nog geen twintig jaar waren, behoren tot de groep die getuige is geweest van de Uitocht uit Egypte. Uit de geschiedenis met Rahab weten we dat dit feit breder bekend was dan alleen onder het volk Israël. De bedoeling van dit alles is dat de volken zullen weten dat de hand van de Heer krachtig is, dat de Heer de Almachtige God is en zij allen Hem zullen vereren. Het is een teken van macht, kracht en actie. De geestelijke les van deze verzen voor vandaag is dat ouders hun kinderen de grote daden van de Heer moeten doorgeven. Daden die de Heer bewerkte in land. Volk en persoonlijk leven, maar ook zijn eeuwenlange getuigenis uit de Bijbel en vooral het evangelie, de blijde boodschap van en over de Heer Jezus. In het Bijbelboek Micha staat een korte aanduiding ter herinnering aan wat er gebeurde vanaf Sittim tot Gilgal. In Micha 6 vers 5 lezen we Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde en wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal. Opdat u de gerechtigheid van de Heren kent. In afstand is het maar een klein stukje, ongeveer twintig kilometer. Israël heeft de route ook in een korte tijd afgelegd, maar in geestelijk opzicht is er veel gebeurd. Eindelijk komt het volk Israël in het beloofde land. En dat op een manier die het geloof van iedereen versterkt. De Heren doet niet alleen dit wonder, maar hij zal nog veel meer doen om Zijn beloften te vervullen. Het is nodig voor het volk van God om de grote daden van de Heer blijvend in herinnering te hebben. Daarvoor worden twee monumenten opgericht, in en bij de Jordaan. De twaalf stenen vormen een symbool van de twaalf stammen van Israël. Behalve vaste gedenktekens heeft Israël nog meer symbolen om Gods daden te gedenken, zoals gedenkkwasten aan de kleding. Het is ook voor gelovigen vandaag van belang de heilsfeiten uit het verleden te gedenken. Daardoor wordt het geloof versterkt, en wordt je gericht op de toekomst en de verdere vervulling van Gods beloften. Jozua 5 vers 1. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heer het water van de Jordaan had toen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten. Totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst. En er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In een overgangsvers wordt de uitwerking beschreven van de wonderbare doortocht door de Jordaan. De koningen van de Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en de koningen van de Canaanieten aan de kant van de Middellandse Zee horen wat er is gebeurd. Er worden maar twee volken genoemd als samenvatting van alle zeven volken uit Jozua 3. Er wordt mee bedoeld. Vanaf de Amorieten in het overjordaanse tot aan de Canaanieten aan de Middellandse Zee. De Heer deed het water opdrogen, totdat de Israëlieten erdoor waren getrokken. Daardoor verliezen de zeven volken de moed. Omdat de Jordaan hoog water had, dachten de Amorieten en Canaanieten waarschijnlijk dat de Israëlieten niet konden oversteken. Maar ze hadden geen rekening met de Heer gehouden. Hij maakt altijd zijn beloften waar. We hebben Gods beloften gelezen in Exodus 23, Deuteronomium 2 en 11 en ook in het begin van het Bijbelboek Jozua. Hier zijn de Canaanieten verlamd door angst. Met andere woorden, er volgen geen tegenactiviteiten. In een later stadium zullen ze wel samen strijden, een laatste poging om het onvermijdelijke te voorkomen. Maar wie spannende verhalen wil lezen over Israëlitische heldendaden bij de verovering van het land, zal nog even moeten wachten. Want blijkbaar gaan andere dingen voor. Wij verliezen ons snel in actie en kunnen daardoor vergeten de band met God te onderhouden. Maar moet dat niet juist voorop komen? Dat zien we hier ook bij Israël gebeuren. Voor er effectief mag gestreden worden, zal wie nog niet besneden was in de woestijn nu besneden worden. Daarna zal er tijd genomen worden om het paaschat te vieren. Pas na dit alles zal er verder gestreden worden. Wat komt het eerst in ons leven? Actie of gebed. Jozua 5, versen 2 tot en met 5 In die tijd zei de Heer tegen Jozua: Maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat er uittrok, was besneden. Al het volk achter dat onderweg geboren was, in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. We lazen nogthans dat er geen moed meer was bij de vijanden. Menselijkerwijs is dit de ideale gelegenheid om aan te vallen. Maar God bepaalt dat dit de gelegenheid is om het volk te besnijden. De opdracht om zichzelf te besnijden betekent dat het volk zichzelf volkomen onbekwaam maakt voor de strijd. Het volk zal als gevolg van de besnijdenis enkele dagen zo zwak zijn dat het zich niet tegen een eventuele aanval zal kunnen verdedigen. Maar God weet wat hij doet en weet wat goed is voor zijn volk. Hij gaat nooit overhaast te werk. Voordat Israël optrekt naar Jericho, moet eerst de relatie met de Heeren zuiver zijn. Dit komt tot uiting in de besnijdenis en de viering van het Pascha. Nu de inwoners van het land zo moedeloos zijn, weet God dat het volk Israël besneden kan worden, zonder dat het aangevallen wordt. De Heere geeft de opdracht aan Jozua om stenen messen te maken, om daarmee de Israëlieten te besnijden. Ook Sephora nam een stenen mes voor de besnijdenis van haar zoon. Het gebruik van stenen messen, in een tijd dat ook metalen, in ieder geval bronzen, messen beschikbaar waren, is niet zozeer een oude traditie, maar waarschijnlijk vooral praktisch. Er waren veel messen nodig. Bovendien zijn stenen messen erg scherp en hygiënisch, zodat ze ook bij andere volken veel gebruikt werden. In onze tijd is duidelijk geworden dat bacteriën en virussen niet in steen kunnen groeien. De messen waren mogelijk van vuursteen of vulkanisch glas. In Jozua 21, vers 42, voegt de Septuaginta toe dat deze messen bewaard werden in Timnat-Serach. En in Jozua 24, vers 30, dat ze gelegd werden in het graf van Jozua. Met de stenen messen wordt het teken van het verbond met Abraham aangebracht. Jozua doet het en besnijdt de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. De heuvel zal de naam gekregen hebben naar aanleiding van deze gebeurtenis. Gezien het grote aantal onbesneden mannen zal bedoeld zijn dat Jozua hiervoor opdracht geeft, maar dat anderen de besnijdenis uitvoeren. Er is een duidelijke reden waarom de besnijdenis nu moet plaatsvinden. De oudere generatie mannen die uit Egypte waren getrokken, zijn ondertussen gestorven. In Egypte had de besnijdenis plaatsgevonden, zodat bij de uittocht de mannen besneden waren. De jongere generatie mannen, die na de uittocht in de woestijn waren geboren, zijn niet besneden. Dat betekent dat het grootste deel van de strijdbare mannen niet was besneden. De jongens die voor de opstand bij Cades Barnea nog geen twintig jaar waren, zullen wel zijn besneden. De mannen die daarna geboren zijn en die in de tijd van Joshua hooguit 38 of 39 jaar zijn, moeten nu worden besneden. Vermoedelijk was dit voor ongeveer twee derde van de mannen het geval. De mannen die wel besneden waren, de oudere mannen, konden de besnijdenis helpen uitvoeren. Zo hadden alle mannen voor de inname van het beloofde land het teken van het verbond met Abraham ontvangen. Het verbond waarin de Heer Abraham het land Kanaan beloofde voor zijn nageslacht. Joshua 5: versen 6 tot en met 8. Want de Israëlieten waren veertig jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd. En daarom had de Heere hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heere aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Joshua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde, toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Als toelichting staat er dat de Israëlieten veertig jaar door de woestijn trokken, totdat de strijdbare mannen omgekomen waren. Ze hadden niet naar de stem van de Heer geluisterd en daarom had Hij gezworen dat ze het beloofde land niet zouden zien. In de gelezen versen wordt geen reden genoemd waarom de besnijdenis is nagelaten. Jozua 5, vers 9. Verder zei de Heer tegen Jozua: Vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewanteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. In een aparte zin wordt meegedeeld dat de Heer Jozua zegt dat hij vandaag de schande van de onbesnedenheid van het volk heeft weggenomen. Naar aanleiding hiervan noemt men die plaats Gilgal. Dat betekent afwantelingsoort, tot op de huidige dag. Met andere woorden, al minstens tot op de dag dat dit geschreven werd. Jozua 5, vers 10. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden ze het Pascha op de veertiende dag van die maand in de avond op de vlakten van Jericho. Wanneer het volk vier dagen in Gilgal is en ondertussen herstaalt van de uitgevoerde besnijdenis, breekt de veertiende dag aan van de maand Nisan. Daar in de vlakten van Jericho, dicht bij de vijand, vieren zij Pascha, het feest dat ingestaald is bij de uittocht uit Egypte. Wat de pijn van de besnijdenis ongetwijfeld kan verzachten, is de gedachte aan hun bevrijding uit Egypte. Het paasga is ingesteld in Exodus 12. En volgens Exodus 12, vers 25, is het vooral bedoeld voor het land Kanaan. Daar staat namelijk: En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals ge gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. Mogelijk is het feest niet meer gevierd sinds het tweede jaar van de uittocht omdat onbesneden mannen er geen deel aan mochten nemen. In het beloofde land krijgt het feest van de uittocht extra betekenis. De Heere had de nakomelingen van Abraham het land Canaan beloofd en dat gaat nu werkelijkheid worden. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Daarmee heeft deze geschiedenis ook een geestelijke betekenis voor vandaag. Ieder mens is van nature zondig. Daarom heeft ieder mens een oude natuur. Dat wil zeggen, een natuur die geen geestelijke zegen kan ontvangen. Onze oude natuur kan zelfs niet van geestelijke zegen genieten en vindt geestelijke dingen dwaasheid. Als een mens door Gods genade tot geloof en bekering komt, dan ontvangt hij of zij een nieuwe natuur. Paulus zegt daarover in Galaten 5, vers 17: Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Paulus noemt de oude natuur onze zondige neigingen. Deze gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest, en dus ook tegen onze nieuwe natuur. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Dit conflict valt onder de geestelijke strijd van een gelovige. In Romeinen 7 versen 5 en 6 zegt Paulus. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet en onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood maar nu zijn wij ontslagen van de wet gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter Jozua 5 versen 11 en 12 zij aten de dag na het paasga van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag het manna hield de volgende dag op Nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. Op de dag na Pascha eten de Israëlieten van de opbrengst van het land. Het eten van manna is definitief gedaan. God gaf in zijn zorg voor zijn volk het manna zolang dat nodig was. Hij deed het zelfs toen het volk er een afkeer van toonde en erover klaagde. Dat het volk elke morgen weer voedsel uit de hemel kon oprapen en zich daarmee kon voeden was een dagelijks terugkerend wonder. God doet wonderen zolang dat nodig is. Als het niet nodig is, houden de wonderen op. Dat is een mooie les voor ons vandaag. De voortgang van Gods buitengewone handelen is geen privilege. Joshua 5 versen 13 tot en met 15. Het gebeurde. Toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem: Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei: Nee, maar ik ben de bevelhepper van het leger van de Heeren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: Wat wil mijn Heeren tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heeren tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt over een bijzondere ontmoeting vertaald. Wanneer Jozua vraagt of de man een van hen is of van de tegenstander, volgt er een vreemd antwoord. Deze man is namelijk geen van beiden. Maar gelukkig stelt gij zich wel voor: Hij is de bevelhebber van het leger van de Heeren. Wat een antwoord! Maar dit antwoord zet wel onmiddellijk alles in een ander daglicht. Het betekent namelijk dat er in eerste instantie een geestelijke strijd gaande is. Achter dat wat straks zal gebeuren, zit een strijd die niet van deze aarde is, maar een strijd die zich afspeelt in de hemelse gewesten. De vijand is dus niet in de eerste plaats de stad Jericho, maar de geestelijke macht die wil voorkomen dat Israël het land dat God beloofd heeft terugkrijgt. Er woedt dus een strijd die zich weliswaar uit in een aardse strijd, maar die ten diepste een geestelijke strijd van het koninkrijk van het licht tegen het koninkrijk van de duisternis is. Dat gebeurde trouwens niet alleen toen, maar ook in heel veel oorlogen en ruzies nu. Dat gebeurt de dag van vandaag ook in ons leven. De strijden en tegenstanden lijken zichtbaar en tastbaar, maar hebben meestal een veel diepere oorsprong. Niet voor niets staat er in Efeziërs 6, versen 12 en 13. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. geluisterd naar door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.